Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. ...opleiden is het nieuwe recruteren. Dat is alvast één van de kernboodschappen... ...van mijn centrale gasten voor deze podcast. Ik kruip in het hoofd van Carina Volkheimer... ...HR-manager bij Stepstone België. Ruim 20 jaar ervaring in HR, voornamelijk in internationale context, dat brengt ze alvast mee. En sedert twee jaar ondertussen is ze aan de slag bij Stepstone, een van de grootste jobsites met als core business bedrijven en kandidaten dichter bij elkaar brengen. Wel, die combinatie levert ongetwijfeld een bijzonder interessant gesprek op over recrutering in tijden van grote krapte op onze arbeidsmarkt. Welkom. Welkom, dank u. Dag Carina, alles goed met jou? Ja, ja prima, het is mooi weer. Hè? Ja, ja, en het is bijna weekend. Ja, daar. Ah ja, ook ja. nog, ja. <laughs> daar had je zelfs nog niet wist. Nee, in inderdaad, gesteld. ik ben helemaal in de band van, de <laughs> van deze podcast. <laughs> Oké, okay, maar dan, uh, dan stel ik voor, dan gaan we er gewoon meteen in vliegen. Ja. Um, je bent ondertussen ruim twee jaar geleden nu uh, gestart bij Stepstone. Wat is zo het eerste waar dat je als HR-manager hebt uh, op ingezet? Uh, als eerste, uh, ik moet toegeven, we hebben heel wat uh, uh, zaken moeten rechtzetten. Want mm -hmm. ik had ook nog andere kantoren, niet alleen in België, er is ook Luxemburg en Frankrijk. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, toch enkele maanden nadat ik gestart ben, um, hebben we ook uh, ingezet op uh, people-ontwikkeling. Mm -hmm. dus, uh, en dat is niet alleen in België, dat was echt uh, een... een Corporate uh, initiatief ja. waar er uh, bijvoorbeeld uh, de, de leiderschapsprincipes werden mm -hmm. uitgerold en ik heb dan mogen meewerken om het uh, aan het ontwikkelen van uh, het nieuwe performance management proces ja. en onder andere om um, gelinkt aan die, uh, uh, die leadership principles om die competenties uit te schrijven. Mm -hmm. Dus daar heb ik echt actief aan ja. deelgenomen om die uit te schrijven. Dus ja. die zijn nu uitgerold in, uh, in het hele bedrijf, dat was in 2020. Mm -hmm. En uh, daaraan gelinkt zijn we nu allerlei andere processen aan het opzetten. En wat heel belangrijk is, uh, is uh, en dat, dat heb ik altijd gedurende mijn hele carrière uh, belangrijk gevonden, is dat... Het inspelen op het ontwikkelen van onze leiders. Dus we hebben die mm -hmm. leiderschapsprinciples, uh, maar wat betekent dat concreet? Welke, welke gedragingen moet het leiderschap ja. hebben? Dus wij als HR hebben daar toch wel een, een, een key rol mm -hmm. om uh, die managers daarin te begeleiden. Dus daar hebben we ook heel erg op uh, ja. ingespeeld door opleidingen op te zetten, maar ook. Het coachen en het begeleiden van die managers. Mm -hmm. ja, ja, absoluut. Zeer, uh, zeer relevant. Zeggen wat maakt eigenlijk dat je zelf bij Stepstone ga gaan werken? Want uiteindelijk is het toch een iets minder internationaal bedrijf dan jouw voorgaande bedrijven waar je gewerkt hebt. Wat, wat heeft ja. jou over, uh, over de brug gehaald? Uh, het is vooral uh, de, en ik heb dat dadelijk gevoeld, je hebt, ik heb dat gevoel hè, met, mm -hmm. uh, als je de mensen ontmoet, uh, dat is de cultuur. Ja. Um, en ik moet toegeven, ik heb destijds bij Edelman gewerkt, internationaal Amerikaans bedrijf, uh, PR Consultancy. Mm -hmm. en, uh, en ik moet zeggen, ik herkende dezelfde cultuur een beetje. En uh, wat, wat, wat is die cultuur? Uh, dat is echt die, je uh, 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 voelt echt dat uh, er, een, er is een vertrouwen dat mensen mm -hmm. geven aan elkaar. En dat voelt heel sterk. Yeah. Binnen Stepstone. Dat, uh, en het is niet alleen maar dat uh, op lokaal vlak of de mensen onder elkaar, dat die elkaar vertrouwen. Maar het leiderschap, dat is echt van de topniveau yeah. naar alle niveaus uh, daaronder. Dat dat een kaskade is waar er echt vertrouwen wordt gegeven mm -hmm. aan de mensen. En uh, dat ja. is heel belangrijk. En die samenhorigheid en dat teamgevoel. en uh, het elkaar ondersteunen. en het begrip hebben voor elkaar ook. Ja. Uh, de, en, en ja, ik moet toegeven dat dat niet altijd uh, gebeurt. Dat, wordt wel, dat zijn grote slogans binnen mm -hmm. bepaalde bedrijven. Maar je voelt het Maar hier voelt je het echt ja. dat, het, dat het aanwezig is. Ja. Oké. Okay. Want je zegt dat je hebt inderdaad voor Edelman gewerkt. Dat is dan een Amerikaans bedrijf. Stepstone is een Duits bedrijf. Ja. ja. Ik denk dat de meeste mensen bepaalde ideeën hebben, verwachtingen hebben van eh, HR en Duits, procesgedreven en compliance. Voel, voel, je, de, voel je die verschillen in HR-aanpak bijvoorbeeld? Zitten daar grote verschillen op? Uh, ik, wat ik gemerkt heb, want de, de, de bedrijven waar ik gewerkt heb, twee daarvan uh, Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. uh, Edelman was mijn grote ervaring, zou ik zeggen, want daar ben ik eigenlijk doorgegroeid. Mm -hmm. En uh, daar... Um, was het vooral uh, um, zo weinig mogelijk processen? Ja. Mm -hmm. <laughs> Want uh, zoveel mogelijk top-bottom-up, mm -hmm. geen top-down. Uh, we moeten wat uh, algemene processen hebben of richtlijnen, ja. oké? Okay. Maar dan uh, lokaal moet het zelf uitgewerkt worden ja. hoe dat het beste kan passen. Um, dat was misschien het andere extreem mm -hmm. uh, dan heb ik bij PPD gewerkt dat is een uh, klinische studiebedrijf mm -hmm. uh, daar was het net het omgedraaide dat yeah. was compleet uh, iets anders dat was echt heel top-down mm -hmm. uh, heel erg procesgedreven wat natuurlijk ook wel noodzakelijk is gezien de context, is, gezien de context ja, ja. en de core business mm -hmm. waar het echt noodzakelijk is dat je die processen hebt en die structuur um, en dan bij Stepstone is het eigenlijk een ja ertussenin maar uh, net wat er nodig is, zou ik zeggen. Ja. Maar we zijn ook nog heel erg bezig om, om dat allemaal te ontwikkelen. Ja, ja. oké. Okay. Maar dan, dan niet zozeer een, een, een typisch Duits bedrijf noodzakelijk, Stepstone. Uh, ik denk dat Stepstone eigenlijk niet het typische Duitse bedrijf is. Mm -hmm. uh, het is wel zo, er zijn, want Duitsland is ook, uh, we hebben een kantoor in Duitsland, in mm -hmm. Düsseldorf. Dat is een heel groot kantoor, ja. uh, in vergelijking met België en uh, Benelux uh, en, mm -hmm. al, en Frankrijk. Uh, er zijn duizend werknemers, terwijl mm -hmm. bij ons hebben we ongeveer 200 werknemers. Ja. Dus natuurlijk zijn daar veel meer processen nodig. Ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. uh, maar het is nog altijd een heel... Uh Bottom-up approach. Okay. En we, we werken aan uh, overarching processes mm -hmm. uh, en uh, programma's. Maar er is heel veel vrijheid lokaal om ja. dat uh, te gaan okay. toepassen. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. nu, recrutering dan, dat is ja, ik denk sowieso een van de grotere prioriteiten, vandaag de dag bij bijna nog elk hein, bedrijf. Um, maar recrutering, dat is eigenlijk altijd hein, belangrijk, zei je tegen mij in de Je moet daar mee bezig zijn. Was zijn zo bijvoorbeeld daarnaast? Ik denk dat niemand jou gaat tegenspreken he, daarin vandaag. Misschien wil je dan nog een woordje uitleg bij geven. Maar wat zijn bijvoorbeeld nog andere grote opdrachten voor HR? Recrutering uiteraard. U hoort wel Being ook regel, maar he, zeker nu, gezien de, de, de mentale gezondheid van, van heel veel mensen, helaas. Um, wat zijn volgens jou zo die belangrijkste opdrachten? En misschien ook, hoe ga je ze dan aan bij, uh, bij StepStone? Ja, dat is, het is vooral het ontwikkelen van de mensen en de retentie. Ja. En ja, hoe, hoe gaat je om met retentie? Dat is, dat is een grote noemer. Um, daar kijk, kijk, moeten alle bedrijven naar gaan kijken. En een van de key mm -hmm. manieren om dat te doen, is, uh, is echt de mensen, um, de cultuur... Waar ja. ik al over gesproken ja. heb. Je moet een sterke cultuur hebben. Waar er, ik denk dat het voor, vooral belangrijk is voor de mensen nu. Om die vrijheid te hebben. Mm -hmm. Om zelf dingen te kunnen ontwikkelen. Uh, zelf de tijd. De flexibiliteit. Uh, dat is ja. nu ook. ook ja, na ja. De, de, ja, uh, tijdens de pandemie, maar ook daarna. Dat we die flexibiliteit geven aan de mensen. Uh, wij geven, voor, uh, wij geven uh, standaard uh, twee dagen mm -hmm. thuiswerken. Ja. Maar er is ook flexibiliteit in ons IT-team. Omdat die veel meer werken met internationaal. Ja, ja. En daardoor ook weiniger werken. Uh, mm -hmm. lokaal met de mensen, uh, uh, intern op kantoor. Mm -hmm. Maar ook, zij zijn ja, per definitie, hun werk is vooral geaxeerd op het, het coderen. Yeah. Dus ja, je zit de hele dag achter je computer. Dus je, je moet eigenlijk niet in interactie gaan mm -hmm. of uh, in, in, in team meetings En je kunt dat natuurlijk ook uh, via visio doen. Dat is yeah. nu natuurlijk ook uh, standaard. Maar wij willen toch nog dat er mensen op kantoor komen op een regelmatige basis, ook al... Zijn je uh, uh, veel bezig met het coderen? Ja. Ook, of al, heb je ook al vraagt je functie het misschien niet noodzakelijk, ja. toch? Ja. ja, ja. ja. Mm -hmm. uh, maar we hebben meer flexibiliteit gegeven zo, aan onze IT-mensen. Ja, ja. ja, ja. Dus die flexibiliteit, zodat je work-life balance mm -hmm. wat beter kunt uh, uh, managen zelf... Ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar ook flexibiliteit binnen je functie en binnen oh, je team. Ja. Dus dat je, op een, dat je weet wat je objectieven zijn, mm -hmm. je weet waar je aan moet werken, en je weet waar je team aan werkt. De strategie moet duidelijk zijn. Ja. De communicatie is heel belangrijk. Dus er zijn heel veel elementen die daarin meespelen, waardoor de mensen uh, op elk moment weten van uh, waar zijn we mee bezig, waar gaan mm -hmm. we naartoe. Uh, de mensen moeten vooral die voeling hebben met het bedrijf van um, wat, uh, wat wil het bedrijf eigenlijk. Uh, waar, waar, waar willen ze naartoe? Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, bij ons is het vooral. Uh, de, uh, wij willen de mensen helpen, iedereen, mm -hmm. om, een, om zijn, uh, zijn perfect job te vinden. Ja. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. En dat geeft natuurlijk voldoening aan de mensen en binding om uh, bij een bedrijf zoals Stepstone te werken. En dat ja. is heel belangrijk. Om daaraan bij te dragen. Ja. Ja, ja, dus er ja. zijn heel veel elementen, maar ik denk dat dat. Ja, de grote... De, de grote, uh, de grote oberen, zo een ja, stukje ja. voor HR, ja. Nu, resultaten zijn ook heel belangrijk uh, voor jullie. Maar Stepstone is in de eerste plaats een bedrijf van mensen. Je hebt dat verteld, ik hoor het ook, hoe dat je er eigenlijk over bezig bent. Kan je dan nog wat concreter maken hoe zich dat dan vertaalt in, in, in verschillende zaken binnen processen of binnen jullie algemene HR-beleid? Hoe voelen die mensen dat, dat het vooral om hen gaat? Ook om resultaten, maar vooral om hen? Uh, ik denk dat wij vooral uh, inspelen... Aan de ene kant de, de, de processen, zodat mm -hmm. we die, uh, die fairness en ook die, hè, het is vooral die processen, die people processen, die zijn er om de mensen te helpen te ontwikkelen binnen ja. het bedrijf. Mm -hmm. En ze dan ook te houden binnen het bedrijf. Want mm -hmm. als je ze laat doorgroeien, of dat je ze doorgroeien, moet niet altijd... Uh, lateraal omhoog. zijn. Nee, nee. Uh -huh. Dat kan ook uh, horizontaal zijn uh -huh. of naar een andere functie uh -huh. doorgroeien. Dat is niet altijd evident natuurlijk. Maar dat is iets waar we aan willen werken. Yeah. Uh, maar aan de andere kant, dus dat zijn de processen. Aan de andere kant, en ik heb het al vernoemd daarnet, is echt die ontwikkeling van onze leiders. Yeah. Want onze leiders zijn echt de key personen om de mensen te helpen binnen hun team um, om te begrijpen van waar willen ze naartoe op elk moment. Uh, en uh, ze... Te coachen, mm -hmm. uh, maar ook te begrijpen van wat speelt er in hun privéleven vandaag. Ja. En daar ook op in te spelen, zodat wij begrip daarvoor kunnen tonen, mm -hmm. uh, om uh, de mensen daar hun flexibiliteit te geven. Ja. Die opleiding en die ontwikkeling, inderdaad, ik hoor het regelmatig terugkeren. Ik had het ook een stukje bij de intro gezegd, omdat dat iets is wat heel belangrijk is. Opleiden is het nieuwe eh, recruteren. Dat is een van uw kernboodschappen, heel duidelijk voor mij. Um, je zegt inderdaad dat je daar vanuit HR heel sterk inzet en naar die leiding geeft, omdat zij daar een zeer cruciale rol eh, in, in te spelen hebben. Um, maar jullie hebben ook, heb ik begrepen, carrière-progressieplannen voor, voor de medewerkers? Ja, ja uh, hoe ziet dat eruit? We hebben dat nog niet. maar we zijn uh -huh. daar nu mee en bezig. Uh -huh. dat, gaat, uh, dat gaat binnenkort uitgerold worden. Ja, okay. inderdaad. En wat mag ik me daarbij voorstellen? Zijn dat dan eigenlijk loopbaanpaden die voor en samen met mensen uitgestippeld worden? Of hoe, hoe waar, waar houdt, dat, uh, waar houdt um, dat in? Het is vooral eerst en vooral hebben we duidelijk gemaakt van uh, waar bevinden de functies zich die we nu op dit moment hebben binnen uh -huh. het bedrijf, waar bevinden die zich uh, binnen een hiërarchie? van mm -hmm. uh, functies ja. uh, wat betreft impact dat ze hebben binnen het bedrijf en uh, ervaring en andere factoren die meespelen mm -hmm. en dan daaraan gelinkt uh, hebben we carrièreplannen uitgewerkt natuurlijk met meerdere mensen in het bedrijf ja. op verschillende niveaus mm -hmm. uh, niet alleen in het management maar ook mensen binnen de, de, de functies ja. Ja. om te begrijpen wat is de inhoud uh, en uh, hoe kunnen die mensen dan doorgroeien? Mm -hmm. Je gaat natuurlijk ook kijken naar uh, standaard guidelines die je mm -hmm. van, uh, uh, van consultancies ja. krijgt. Ja. Maar wij hebben gewerkt aan onze, samen met die consultancies mm -hmm. om onze eigen uh, guidelines te, te kunnen creëren. Ja. En ik weet, binnen IT zijn ze bijna klaar. Okay. Uh, dus uh, we, gaan die, uh, we gaan die allemaal samen nog moeten bekijken en de laatste hand eraan leggen. En dan, ik denk dat die. Uh, binnen enkele maanden worden uitgevuld. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. En dat maakt het inderdaad voor mensen transparant van waar gaat dat waar gaat bedrijf naartoe en hoe, wat kan mijn rol daarin zijn? Hoe kan ik inderdaad doorgroeien? Ja. En dat maakt dan hopelijk ook dat ze zich niet extern gaan oriënteren om zich te ontwikkelen en, en verder te ontplooien, ja. omdat er intern dan ook heel duidelijk, heel transparant opties zijn. Inderdaad. Het, ja, inderdaad. Uh, ja. ja, ja, okay. ja. mm -hmm. Nu, jullie zoeken uh, natuurlijk bij Stepson veel IT-profielen, kan ik me inbeelden. Iedereen eh, is er naar op zoek. Wat doen jullie om, om die mensen te vinden? Om ze te vinden. Um, en ik denk dat we nu in een periode, dat is een, een, een echte yeah. scharnierperiode, yeah. waar we gemerkt hebben een heel groot verschil met tijdens de pandemie en voor de pandemie, waar je echt ziet van, uh, ja, het wordt moeilijker. Uh, het, uh, uh, we vinden nog wel de profielen omdat we stepstone zijn en dat uh -huh. is zo. Um, door onze platform. Mm -hmm. Maar bepaalde functies die echt uh, niche zijn en heel gespecialiseerd, daar wordt het wel wat moeilijker. Um, dus we moeten ook inspelen, niet alleen maar op onze, uh, op onze jobboard, mm -hmm. en dat werkt nog altijd goed natuurlijk, maar we moeten ook gaan kijken voor de toekomst om uh, echt relaties te gaan creëren ja, ja. met die, die jobmarkt, mm -hmm. met die toekomstige werknemers. Uh, om de mensen, uh, niet alleen uh, geëxperimenteerde IT-profielen, mm -hmm. maar ook de mensen die opleidingen volgen, de dus scholen nee, aanspreken, universiteiten aanspreken en ons bekendmaken, om die mensen... Uh, um, binnen te halen en te mm -hmm. laten doorgroeien binnen onze firma met opleidingen. Ja. En wij zijn nu concreet aan het denken om uh, uh, jobdagen op te zetten binnen Stepstone, ja, ja. Waar, waarbij we dan uh, de, de scholen gaan aanspreken, uh, bekendheid creëren, wat zijn de profielen die wij hebben, dat we mm -hmm. internationaal werken, dat we ook een, een internationale strategie hebben van drie jaar, mm -hmm. waar we echt aan ons platform gaan werken om, uh, om die te ontwikkelen en uh, naar de next level te brengen. Ja, ja. dus eigenlijk echt wel jobmarketing en, en ook ja, relaties uitbouwen. Ik vind dat persoonlijk een heel belangrijke, want ja. het moment dat er vacatures is, ja, als mensen jou dan nog niet kennen of, of nog geen beeld hebben van jou, en de kans die oefening moet nog doen op een krappe arbeidsmarkt, is de kans groot dat ze dan voor een andere partij zullen kiezen. Maar ik vind het inderdaad een heel goede aanpak om zo snel mogelijk met die toekomstige kandida kandidaten eigenlijk een... Ja. Uh, en gesprek te gaan, zodanig dat ze jullie kennen. Ja. Oké. Okay. Um, nu, waar je tien jaar geleden al mee bezig was als uh, HR-directeur in MIA bij Edelman, een bedrijf dat we allemaal al kennen van Edelman Trust Barometer, denk ik dan. Ja, die zaken die zien we hier eigenlijk vandaag passen maar mondjesmaat verschijnen. Hè. En zo zijn er ook eigenlijk heel veel internationale HR-topics die hier in België eigenlijk nog maar weinig aan bod komen. Waar lig jij bijvoorbeeld wakker van als het gaat over HR? En waar zouden bedrijven misschien wel meer wakker mogen van liggen? Welke topics, internationaal, die we eigenlijk al langer zien, vind jij zouden hier vandaag in België toch al wat hoger op die agenda mogen staan? Ja, het is het inspelen op die uh, uh, gelijke kansen. Hè? En ja. Die transparantie mm -hmm. die je moet creëren binnen je processen, zodat mensen goed begrijpen hoe gebeurt het gebeurt... Uh, het, het doorgroeitraject mm -hmm. uh, wat moet je kunnen uh, uh, welke competenties moet je hebben om in een bepaalde functie door te groeien uh, en dat ook duidelijk maken en ik denk met die, uh, uh, met die carrière groeipaden mm -hmm. wordt dat al duidelijker ja, ja. Uh, maar ook uh, gezien remuneratie, want mm -hmm. remuneratie wordt, meer bela wordt belangrijker. Ja. Ja. Uh, dat uh, dat ziet je nu heel recent. Mm -hmm. uh, dat de, de krapte van de markt, natuurlijk. Uh, dat uh, mensen natuurlijk weten dat ze ja, meer ja. kunnen vragen. Dat het open aanbod uh, kleiner is dan de vraag. Ja, inderdaad. Dat zien we gebeuren. Dus daar moeten we nog veel ja, duidelijker in zijn van. Um, wat geven we aan de mensen mm -hmm. binnen een bepaalde functie? En daar die transparantie uh, geven van uh, hoe gaan we de mensen laten doorgroeien wat het salaris betreft? Mm -hmm. Ook als je doorgroeit naar andere functies. Um, en waarom is er soms een verschil ja, tussen ja. dezelfde functies? Want dat, dat, ja, dat kun je nooit niet wegwerken. Mm -hmm. uh, behalve als je bij de overheid werkt, maar in het privé is dat altijd wat mm -hmm. moeilijker uh, door het concurrentieverhaal. Ja, ja. Uh, dus daar moet je kunnen uitleggen waarom geeft mijn collega uh, iets mee, meer dan ik. Mm -hmm. uh, op basis van welke criteria ja. is dat, ja, inderdaad, ja, inderdaad. Maar je moet echt die, die fairness is heel belangrijk. Dat, mm -hmm. Daar moeten we echt 100% op inspelen. Want dat gaat je meer concurrentieel geven, daar gaat je de retentie mm -hmm. ook meer ja. uh, verdienen. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. Wat wij ook doen, is uh, dat is twee jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Dat is, uh, we hebben een uh, Engagement survey. Nou, mm -hmm. Veel internationale bedrijven doen dat. Maar wat uniek is bij ons, uh, denk ik, en dat is nog niet uh, zo gekend in, uh, op de Belgische markt, denk mm -hmm. ik, is dat we, wij doen die, uh, die uh, vragenlijst die we opsturen naar de mensen uh, om de drie maanden. Okay. Dat lijkt overdreven. Ja. Maar het voordeel van, daarvan is dat wij constant de vinger aan de pols houden. Ja, van... Dat je echt die evolutie kunt. Ja. Ja, ja, ja. Uh, je kunt natuurlijk niet alles oplossen, waar mm -hmm. de mensen zeggen van ja, dat, dat, dat werkt niet zo goed. <coughs> Omdat je daar echt processen voor moet opzetten, mm -hmm. dat duurt altijd wel wat langer. Uh, maar het helpt de manager, en dan kom ik terug op die rol, ja. wat de manager, die leiders hebben, hè. Mm -hmm. die leiders die hebben echt een cruciale rol. Uh, om dat in gesprek te gaan met het team, ja, we hebben gezien van dat ja. dat iets minder speelt. En wat bedoelt je daarmee? Om dat echt uit te hollen en mm -hmm. daar te begrijpen van, oké, okay, wat kunnen we daar dan samen aan doen? Ja, ja, ja. En uh, dat, is, uh, dat is echt heel belangrijk ook. Ja. Ja. Zeggen, zijn er zo nog, nog thema's, aan? want je geeft inderdaad aan waar jullie dan ook al sterk op inzetten, zaken die je misschien ook vanuit je internationale expertise aan makkelijker kan, kan, kan laten uh, um, in, toepassen? Zijn er zaken waarvan je echt het gevoel hebt van dit is er precies nog geen topic, terwijl dat uh, ja, een paar jaar geleden in de Verenigde Staten bijvoorbeeld al echt wel een, een hot item was? Ja, bijvoorbeeld transparantie van. Uh... Uh, van salarissen, hè. bijvoorbeeld ja. in uh, jobpostings. Uh, ja. 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 Daar staat dat al. In, in de UK ja. is dat ook. Hè. Daar ja. staat dat altijd al, uh, Hier zijn salaris. we daar heel voorzichtig over. Ja, ja, ja daar zijn we nog ja. heel voorzichtig. Uh, maar ja, ik denk niet dat dat lang gaat duren, dat dat mm -hmm. ook gaat gebeuren. Um, en dan, uh, ja, diversity en inclusion, ja. dat is ook mm -hmm. een heel hoog een groot topic waar we ja we zien wel heel wat meer veel publiciteit erover, ja. maar ja concreet hoe, hoe doen we dat dan? Het zich? Ja, ja. Diversiteit ja daar zijn wij bij Stepstone wel heel goed, want IT is heel divers, mm -hmm. we zijn echt we ja. hebben, uh, mensen van uh, allerlei afkomsten, mm -hmm. loopbanen, van uh, uh, leeftijden. En, uh, daar zit het goed door de aard van, van, van de functie, inderdaad. Daar gebeurt het een stukje, ja, ja. stukje vanzelf. Ja. Maar het is ook in uh, onze salesprofielen, de, mm -hmm. ja, ja, daar hebben we ook wel redelijk veel ja, diversiteit. Dat is mooi. Ja. Maar inclusie, dat is nog een heel ander verhaal. Ja. Niet dat we daar niks proberen en dat dat bela niet belangrijk is voor ons. Mm -hmm. Maar je moet echt concreet gaan kijken van uh, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we die inclusie. Uh, wat is dat? Wat is die ja. inclusie? En hoe moeten we dat aanpakken ja. om dat te verbeteren? Ook dat zit in processen natuurlijk. Hè. de manier. Uh, ja. je processen moeten eigenlijk inclusief uh, zijn. Dus, uh, ja, maar ik vermoed dat de meeste organisaties in België daar nog niet zo ver staan. Maar het staat wel al hoog op de agenda. Maar je ziet ja. het eigenlijk nog niet echt geïmplementeerd in de dagdagelijkse nee. bedrijfsvoering. Of toch nog niet overal in dezelfde mate, ik ga het zo zeggen. Um, misschien als laatste um, vraag. Hoe ziet de toekomst van recrutering er volgens jou? Zo de komende drie jaar. We gaan niet echt wild denken naar dingen die misschien nooit gaan nee. gebeuren, maar de komende drie jaar. Wat mogen we nog verwachten? De komende drie jaar? Ja, ik zie vooral uh, dat we internationaal, hè, de mm -hmm. recrutering internationaal, je ziet dat natuurlijk ook met de oorlog in uh, Oekraïne, ja. maar ook wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. Er zijn heel veel uh, immigranten naar onze landen gekomen. En uh, dat, uh, ja, daar, daar gaat je natuurlijk ook een hele pool van nieuwe uh -huh. uh, werknemers gaan, gaan vinden. We zien ja. het nu al. Ja. Hè? We zien veel uh, mensen die van, vanuit Oekraïne of vanuit Rusland ja. zelf ook postuleren ja. op onze posities. Zijn die er al klaar voor? Ik zou denken, zeker mensen vanuit Oekraïne, dat die toch een enorme. Last, mentale last mensen zich, bagage met zich. En die, die, die zijn effectief, die willen gewoon hier zo snel mogelijk ook een leven opbouwen en aan de slag gaan werken. En... Ja, ik denk dat het ja. door noodzaak ook is ja. hè, dat de mensen. En, en we zien het bijvoorbeeld ook bij Stepstone. Ja, we zijn heel actief, mm -hmm. en vooral ook in Duitsland, om uh, te kijken naar uh, de, de op, mogelijkheden om die mensen te laten. Uh, om, om betrekkingen open te zetten voor die mensen. Oké. Okay, Specifiek echt bewust. Ja, van ja, hen. ja, 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 ja. heel Mooi. bewust, ja, inderdaad. <coughs> mm -hmm. ja. Dus internationalisering, een stukje van recrutering, eigenlijk de, het feit dat we heel veel, um, door de context, maar ook dat we digitaal kunnen samenwerken, maakt eigenlijk dat die talentpool veel groter wordt. Dus ja. dat is een duidelijke trend, zie je er nog? Of is dat voor jou echt wel de, degene die eruit springt? Nou, ik denk dat dat uh, eigenlijk wel uh, mm -hmm. de grote evolutie gaat zijn. Ja, ja, ja. en ja. misschien ook een stukje de opportuniteit. Omdat die, uh, die vijvers waar dat we allemaal zeggen dat ze droog zijn en opgedroogd zijn, dat we misschien uh, nieuwe horizonten kunnen herkennen. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Oké, dankjewel, je. dan wil ik jou uh, hartelijk bedanken voor, uh, voor deze podcast en voor uh, jouw inzichten in over recrutering en HR in het algemeen. Bedankt voor mij uit te nodigen. Met ja, veel plezier. Dat toezier. was interessant. <laughs> Dank je. Dankjewel Loeke en jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Ga dan zeker eens kijken op ons YouTube kanaal of abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Het allerbelangrijkste, weet jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.